De vorige keer in Roelies raadsel. Daar zijn ze vast. De bloody wankers. Ga ik ontzettend. Als je het NL bij DNPNL weglaat, dan heb je DNP Haarlem. Ja, ik weet waar het is. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan zie ik jou zo. Wanker! Rijn dood. We komen net van de koude IKEA af. Kut! Oh, er is niks. Voor mij gaat hier iets helemaal niet fout. Wat is dit nou? Hou je bek gewoon. Ik vind dat wij op het Bankstelingskanaal meer aandacht moeten besteden aan cultuur. Ieder lid van jouw team moet een foto nemen met een van de onderstaande toeristische attracties, dus 3 foto's in totaal. Voor iedere toerist die jullie weten over te halen om op de foto te gaan, moeten de andere teams 1 minuut wachten, 10 minuten maximaal. Maar let op, ik accepteer van elke windmolen maar 1 foto. Oké. Okay. We hebben onder andere de bleke dood, de huisman, de os. Dus we kunnen ook bij 1 van die 10 toeristen zetten. Ja. Dat is 10 minuten dan, in plaats van... Ik heb een hint. Hint, neem de foto zonder Chinezen. Waar zijn er tering veel Chinezen? Ja, ik weet wat het is, met Spaarne. Echt waar? Ja, tuurlijk weet ik dat. We hebben allemaal molens. Ja. We hebben er 4 gegoogeld, zijn allemaal in Zaandam. Dus we gaan ervan uit dat ze alle 10 in Zaandam zijn. Kom naar Zaandam. Lekker zeg. Ondertussen rijden Mattie, Mark en Bas al richting Zaandam. Oh yeah, Mark. Oh. Oh mijn god, Rob rijdt hier voor ons. En we moeten eerder bij Simone zijn, Milo. Anders zijn we de lul. Geef me een tikkie deze achterkant. Rob, geef me een tikkie. Kut Audi A3, kut PSV vlogger. Pak hem. Nee, tering lul. Levensgevaarlijk dit. Jelly vriend. Fuck Jelly vriend. Maar door al het enthousiasme let Milo eventjes niet op. Moet je rechts in, Milo. Moet je rechts. Je wil kijken dan, jongen. Nee, hij ziet ze voor. Nee. Milo, je bent zo'n lul, jongen. Oh mijn god. Deze kaart. Als we eventjes de kaart van de Zaanse Schans erbij pakken, zien we dat het eigenlijk één grote straat is met alleen maar molens. En vooral heel veel toeristen. Het spijt ons mensen, maar ja. We mogen hier rijden. We got a quiz to win. A challenge to win. Oh nee. Nee, het is verboden voor fietsers. En Ja, maar mag je hier dus... Kun je hieruit? Maar dit is een autoweg, toch? Nee, dat is het zeer zeker niet, Mark. Het is niet de bedoeling dat je er rijdt met een auto. Hé, wij kunnen ook gaan rennen. Alvast. Matthijs, zullen wij rennen? Ja, doe maar. Ja, wij gaan rennen, ja? Ik ga even vragen waar ik kan parkeren. Gaan maar. Kijk, wij gaan rennen. Yo, tot zo. Yo. Oh, jezus. Ja. Nee, sorry. Hey. Ik heb Koen in mijn hele leven nog nooit zo zijn best zien doen. Mooi dat die speurtocht dat met je kan doen. Ondertussen stromen van het andere team de foto's binnen. Oké, ik heb er zoveel mogelijk mensen op gezet. Dit was het jonge schaap. Ik heb Mattie de selfie doorgestuurd. Inmiddels is Mark al 10 minuten weg of zo. We moeten eigenlijk bonuspunten krijgen, want het is een beetje bizar. Ja, Mark die moest in één keer pissen. Doe jij Mark even, ja? Zorg dat je jouw team tijdens de speurtocht gedurende 5 minuten kwijtraakt. Wat? Huh? Mark moet dus weggaan bij zijn team en besluit even bij te kletsen met een ander team. Wat ben je, waar is Matt? Hoe kom jij hier opeens? Zijn opdracht is sowieso iets met ons. Kijk, misschien moeten we hem wel filmen of zo. Dus gaan misschien we wel, maar misschien moet hij erachter komen welke molens wij hebben. Fuck, ik zeg rennen toch? Ja, we rennen. Hebben de 3. Hey, we liggen sowieso voor op hun. We liggen sowieso voor op hun. Alleen nog die groep van. Koen en Milo. Do you want to take a picture with us for that winter? Ja, sure. Oké, okay. No, you want to take a picture. Kom. Ik zal foto's sturen. Wat zeggen we nu? Met 3 toeristen. Dat is echt fucking goed. Want hebben we nu... Fantastisch! Wij hebben de gekroonde Poelenburg en we hebben de... Huisman. De huisman. Dus wij hebben... Sowieso, die 2 zijn goed. En nu komt Carlos. Wankers! Wankers! Hey, maar waarom zijn ze al klaar? Zijn ze al klaar? Dat kan helemaal niet. We kunnen het toch niet al 3 gedaan hebben? Als we met z'n 2 zijn, natuurlijk. Die foto met 3 Chinezen mocht niet. Ik heb een nieuwe gestuurd. Die heeft gezegd top. Had Milo zijn 3e al gedaan? Milo zegt dat hij zijn 3e had gedaan. Oké, dan gaan we teruglopen. Hij zei dat hij een selfie had gemaakt. Ja, bij welke? Ze hebben nog niks. Oh jezus, hij is aan de overkant. Hè? Hij is aan de overkant hier helemaal. Dat kan wel. Inmiddels heb ik van alle teams de foto's ontvangen. Wat betekent dat een aantal teams vertraging oplopen. Maar of iedereen het daarmee eens is. Het team van Rob, Matthijs en Carlos hebben namelijk 10 toeristen op de foto. Waar zijn die? Dat betekent dat de andere 2 teams 10 minuten moeten
wachten. Nee, dat is onze. Het team van Slotta, Milo. Time nu. Het heeft maar één toerist op de foto gekregen. Dus de andere teams moeten daar 1 minuut op wachten. En dan het laatste team, Mark, Matti en Bas. Oh, 11. Hebben 4 toeristen op de foto gekregen. Hoezo 4? Dat klopt niet hoor, ik zweer het. We hebben ze meer dan 10 zelfs. Ik klopt niks van. Geen Aziaten op de foto inderdaad. Moeten ze naar de camera kijken of zo? Wij staan met toeristen op de foto bij een molen. Punt. Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Dat zei er niet bij in de opdracht. Dat staat er niet bij. Voor iedere toerist die jullie weten over te halen om op de foto te gaan, moeten de andere teams 1 minuut wachten. Ja, als je dit moet, hier word ik echt boos van. Ja, dan ga je gelijk met de pet naar gaan. Ja, maar dat staat er niet bij. Ja, weet je wat die staat? Voor iedere toerist die jullie weten over te halen om op de foto te gaan. Ja, maar... Begrijpend lezen, jongens. Zo moeilijk is het niet. Ik stuur de teams een link voor de volgende locatie. Hoe heeft hij gestuurd? En Bitly. TripAdvisor. Kijk wat er in de link staat. Restaurants near Checkpoint Charlie Berlin. Nou, dan moeten we daarheen dan, hè? Berlijn. Checkpoint Charlie Berlin. Berlijn staat er ook. Moeten we naar Berlijn? Maar jongens, als we echt niet weten wat we moeten doen, moeten we gewoon die 5 minuten incalculeren, denk ik. Moeten we gewoon... Gaan we doen? Ja, maar wat de fuck kunnen we eruit halen? Checkpoint. Café Checkpoint Charlie, Amsterdam. 10 kilometer. Waarheen? Ja. Dat moet het zijn, toch? Dat moet, toch? Doe. Dat kan niet anders. Pak jij de navigatie? Ja, ik pak de navigatie. Het team van Robbie gaat echter voor de veilige optie. Mannen, wat gaan we doen? Tipje vragen? Ja, even kijken. Ik denk als we zo moeten zoeken, dat wij het veel langer aan het zoeken zijn dan dat we die als we een tip vragen, kost het ons 5 minuten. Dat ja, is maar gaan we het binnen nu en 5 minuten weten? Nee, want als we nu een tipje vragen, dan moeten we 5 minuten wachten. Maar dan kunnen we in die wachttijd wel verder zoeken. Ja, precies. Dus gaan we gewoon Raoul bellen? Ja. Robbedoes. Hey, Raoul. We hebben dit keer even... Ja, we hebben een vraagje. Ja, we willen heel graag een hint. Dat kost ons 5 minuten, maar we denken dat we zo sneller zijn dat we daar moeten zoeken. Hebben jullie al een hint gevraagd dan? Nee. Oh ja, tuurlijk. Ja, bij de IKEA. Ja, Helaas. Kennen jullie Checkpoint Charlie? Ja. Ja, dat vormt eigenlijk een brug tussen Oost en West. Ja, maar Berlijn heb je gestuurd. Dat was de tip. De tip is dat net zoals bij Checkpoint Charlie, deze locatie eigenlijk een brug vormt tussen Oost en West. Ja, oké, maar nou heb ik wel een vraag. Hoe hadden we dit moeten weten als we geen tip hadden gevraagd? Komt nou ja. Niet. Andere teams hebben er minder moeite mee. Ja. Oké, nice, zet die timer aan. Let's 5 go. Minuten gaan nu in. Ook Bas, Matti en Mark hebben een hintje nodig. Restaurant Checkpoint Charlie, kijk waar dat is. Dat zegt oh, daar is gewoon een restaurant. Hij zegt, kijk waar dat is. Oh, dat is wel een Lelystad wat je zei. Je hebt gelijk. Oké, okay. Rol, wat gezellig. Zie je wel? Dat is dus aan de overkant. Maar hoe kwam je nou bij Lelystad? Dat het goed was. Dit is wel op zich. Het is wel. Ja, maar dat weten zij nu dus dat ook. Dat is Oost en West. Dus ja, dat dachten we ook. Maar het is wel, het maakt nu wel sens nu ik erover nadenk. Mijn favoriete Bessie, jawel! Koen, Milo en Slotta rijden richting Amsterdam en zijn daardoor hun hele voorsprong kwijt. Ik besluit ze eventjes te bellen. Yo, waar gaan jullie naartoe? Naar, hoe heet het? Charlie. Checkpoint Café. Checkpoint Charlie in Amsterdam. Oei. Is dat verkeerd? Ja, je kan een eentje kopen. Laten we dan maar een eentje kopen. De locatie waar jullie naartoe moeten? Ja. Je voert een brug tussen Oost en West. Ja, die brug bij Enkhuizen of de Afsluitdijk. Dat is de fucking brug. Oh my god. Oké, naar Enkhuizen. Helemaal omgereden door hem. Helemaal omgereden door je kuttip. Wanker. Ja, wat? Wanker. Ik had het echt niet makkelijker kunnen maken. Jullie gingen naar Café Checkpoint Charlie. Joem! Joem! We gaan niet wachten! We blijven toch dingen doen! Oh, oké. Op naar Enkhuizen. Door direct een hintje te vragen ligt het team van Rob inmiddels voorop. Leuke woordspeling. En zijn ze bijna bij Checkpoint Charlie. Oh, daar liggen de vogels. Vliegen van oost naar west. Wij worden niet teruggefloten. Ook niet neergeschoten. We zijn er. Is dit het wel? Klopt dit? Maar dit is helemaal geen restaurant? Jawel, hier. Jawel, is het. Maar hier zijn zij niet. Checkpoint Charlie. Oh, Rob, alsjeblieft, geef goed nieuws. Audio opnemen. Oh. Maar het kan niet dat we de eerste zijn, maar het kan ook niet dat we zo ver achterlaten. Ja, of die anderen hebben het fout, hè. Dat kan ook. Die mannen, wat doen jullie het goed? Ze hebben echt trots op jullie. Ja! Yes! Ja! Hoppa! Wat is het? Maar we moeten hier hoppa! Wachten. Hoe kan het dat ik de rest niet zie? Dit ja! Ja, maar het kan ook hier. Zijn. Hier! Kan je linksom, kan je rechts komen. Meerdere aanwijzingen niet. Disponibel? Jullie zeggen... Disponibel is beschikbaar. Oh. Jullie zeggen toch heel vaak dat... Kun je linksom, kun je rechtsom? Maar het is zo... Het is echt sick, man. Fucking vet, ouwe. Dit is water met zand. En er zit een dijk op waar we kunnen rijden. En op het moment dat dit team aankomt, denkt het andere team het raadsel te weten en vertrekt weer. Bekers, bekers, opdonderen! Weg hier! Ga weg! Kun je linksom, kun je rechtsom. Meerdere aanwijzingen zijn niet disponibel. En wat betekent disponibel? Disponibel betekent ter beschikking. Precies, maar
Het lijkt mij sterk dat we terug moeten. Ja, dat kan niet. We kunnen niet terug over die brug. Dus laten we. Ik vind het heel raar dat we hierheen moeten. En dan, dat we dus linksom moeten. Ja, ik ben het daarmee eens. Ondanks de grote achterstand besluit het team van Milo niet alleen hun vertraging uit te zitten, maar ook eventjes pauze te nemen. Oké, we zijn aangekomen bij een fastfoodketen. Laat ik niet zeggen welke. McDonald's! Goedemiddag, mag ik van u 1 kip 9, 2 grote milkshake banaan, 1 grote milkshake vanille, 1 koffie, 1 vegetarische burger en 3 water. Grote nog kleiner. Nou, doe maar groter dan. En een munthee. Een munt thee, nog wel 1 munt thee. 1 munt thee. 1 munt thee erbij. Welke smaak? Munt. Sorry? Munt gewoon. Munt smaak. Milkshake? Nee! Munt thee! Munt thee milkshake mag ook. Nee, we hebben niet. Oh, oké. Haal dan weer weg. Munt thee, welke smaak? Munt thee. Ik was al een mandje, die was voor de McDonald's bedoeld volgens mij. Ja, want Milo's hint was... Mijn hint, neem een mandje mee tijdens de speurtocht. Wat zit er allemaal in je mandje? Ja, hoe groot moet dat mandje zijn dan? Moet het echt een mand? Een mand! Je doet gewoon letterlijk Google Maps. Gewoon dispon. Nou, disponibel, Almere. Dan gaan we dus naar disponibel BV. Dat bestaat, dat disponibel, dat is zo opvallend dat woord, dat het wel iets van betekenis moet hebben. Maar, omdat die DNP BV al heeft gebruikt, heb ik het idee van, ja, dit is weer dezelfde denkwijze. Ja, en ik denk dat die wat... iets meer varieert. En Raoul heeft al gezegd, op het moment dat we van de brug af zijn, krijgen we een nieuwe hint. Dus hopelijk zitten we goed. Ja, het is maar dat we de goede kant de brug af gaan, want anders moet je gewoon een half uur omrijden. Ja, dan ben je er wel. Doei. Omdat de teams nog niet de juiste locatie hebben, besluit ik ze een gratis hintje te geven. Hey, dat tweede stuk, van dat zinnetje, hoe ging dat? Eerdere aanwijzingen niet disponibel. Oké, en disponibel, dat betekent? Beschikbaar. Nou mooi, dat is namelijk helemaal niet van toepassing in dit geval. Maar... dat zei ik al meteen, dat woord dat boeit niet. Maar waarom zou ik dat woord hebben kunnen kiezen in plaats van, ja, gewoon beschikbaar? Het was vooral omdat het met een andere letter begon. Meerdere aanwijzingen niet disponibel, M-A-N-D, mand. Oh ja. Waar komt hij vandaan? God. Hij komt daar eigenlijk uit de buurt. Nou, ja, hoe heet dat ook hoor? Hoe schrijf je dat? M-A-K-K-U-N. Ja. En dat is precies linksom of rechtsom. Ja, juist! Ja, dan kom je, kijk, zo kom je er en zo was het dan 10 minuten sneller kennelijk. Gaan we dan alsnog wat even snel wat eten? Ja, snel. Opdracht, haal op 4 verschillende plekken iets te eten tijdens de speurtocht. Tot zondag. Die is al afkorting echt een moeite. En dan moet je dus iets met die man doen die ik al heb. Ja, dat is chill, want dan kunnen we tijd pakken, dan kunnen we tijd pakken. Exact Koen, doordat dit team nu rechtsom rijdt in plaats van linksom, is de aankomsttijd van alle teams gelijk. What the fuck? We zijn de lul. Ik weet niet hoe lang dit duurt. Vuile vieze kutboot! We stuurden net dat we hier dus voor staan, waarop Raoul antwoordt met de lul. Maar hij heeft gestuurd, in alle hectiek ben ik de opdracht vergeten te vertellen voor bij de volgende locatie. Dan zit hij, joh, binnen goed, hoe iets, liet, moen, bruut, buurt, knekken, bruut. Maar het is geen Zweeds, denk ik. Ik denk dat Fries is. Ja, ik denk het ook. Wacht, ik kan taal herkennen doen natuurlijk. Fries, ja. Je bent goed onderweg. Laat één krat achter bij het oudste bedrijf van Nederland. Oudste bedrijf van Nederland, oké. Hier, mak hem. Koninklijke Tichela, mak hem. Inmiddels weten alle teams waar ze heen moeten en wat daar de opdracht is. Het team van Milo, Koen en Slotta stond achter, maar door de vertraging bij de teams van Matty en Rob en omdat zij geen mandje hoeven te scoren vanwege Milo's hint, komen zij als eerste aan in Makkum. Oké, we zijn er. Ja, waar gaan we die man neerzetten? Nou, team hem gewoon voor de deur. Houden we hem? Team hem gewoon hier neer. Maar dit is echt een raar bedrijf. Ze hebben geen mandjes. Oké, nou, gooi dat ding uit. Ja, ik blijf lekker zitten. Oh, dit is een mooi mandje. Heel goed, joh. Zo ver, jongen. Wat doe je nou? Zet hem gewoon normaal neer, Moet even die foto. Moet foto maken. Maak die foto. In die regen. Wat zit er allemaal in je mandje? Daar zijn ze wel. Waar gaan jullie op de vlucht? Waar gaan jullie op de vlucht? Dan gaan we Milo's skills eens even bekijken. Milo's rijskills. Kijk eens wie er rijden! Daar rijden ze! Ze rijden daar, hey, boys. Wat een mooi mandje. Dankjewel. Ja, mogen we de volgende opdracht? Dankjewel! Oké, top! Dankjewel! Wankers! Yes! Maak hier, van dit papier. Gooi dat in dat ding en heb je een mandje. Soms moet je gewoon even improviseren, jongens. Je zit hier goed, man. Ja? Ja, je zit hier goed. Oh ja, toevallig dat ik jullie hier allemaal tegenkom. Ja, nee. Oké, zij staan dus nu hier. Kijk, ze zijn allemaal moeilijk aan het doen. Ik leg gewoon mijn telefoon met daarop een mandje. Leg ik neer. Heb je hem neergelegd? Ja, dan hebben we een mandje neergelegd bij firma van Tichela. Oké, let's go. Doe nu. Hier. Bij deze leggen wij hier. Mandje neer. We hebben hem neergelegd. Oké, dan gaan we wel. Oké, let's go. Kom. Ja? Volg me. Ja. Een beetje getover van Robbie, maar het telt. Matty is nog steeds aan het kloten. Ja, maar Matty, je denkt veel te veel na. Oké, we maken dit gewoon. Dan hebben we een mand. Klaar. Dit is een pruik. Oké, dit is toch een mand? Ja, okay. Je kan er neerzetten, je kan er wat in doen. Let op. Sorry, rippruik. Vind je het geen mand? Ja, zet hem daar maar op. Wat een mooie man. Ja, kill, mooier wordt hij niet. Hij is gemaakt in Makkum ook nog. Ze weten het niet meer. Ze weten het niet meer. Hey!
Wanker! Kleine jongens van me. Er is er een jaar, hoera hoera. Dan kun je wel zien dat het is. Daar komen we zo wel achter. Wel beleven om te zingen voor iemand die jarig is. Met wie kan je het beter doen met de leukste volkszanger van Nederland? Stuur mij een leuke voicemail waarin jullie een stuk van een liedje van deze zanger zingen. En dan stuur ik een locatie waar jullie heen moeten. Poeh, de vader van Bas. Kleine jongens van me. Hé, maar is die pa van Bas niet een volkszanger? Ja. Is die niet jarig? Nee, hij is zeker niet jarig. Maar het is wel de juiste volkszanger. De sfeer zit er al goed in. Vrienden, alle leven Johan is de schrijver. En hij op kantoor. Herman is ondernemer. En Jan ligt aan het spoor. Hey! André van Duin is vandaag jarig. Ja? Hey! Even fijn als de zon schijnt. Gefeliciteerd, André! Hey! Nou, van harte, André. Gefeliciteerd, hè? Maar helaas, het is niet goed. Bas, Mattie en Mark denken het al te weten zonder te zingen. Oké, we gaan dus onderweg naar het huis van mijn vader. Want we hebben dus, ik hoorde een kleine jongen. Ik heb natuurlijk samen met mijn vader een nummer gemaakt, kleine jongen. Maar ik ben benieuwd of ze die link snel leggen. Maar goed, we zijn nu dus onderweg naar Lieder Holthuis. Deze hadden we vrij snel te pakken. En ze nemen hier de voorsprong dus over. Mannen, wat een fantastisch mooi filmpje en ook echt heel goed gezongen. Dit is vanaf nu mijn lievelingslied. Ik zal jullie de volgende locatie opsturen waar jullie samen met deze zanger een liedje kunnen gaan zingen. Ja. Fantastisch, veel plezier. Henry is daar. Henry. Zingen met Henry van Velden. We hebben het gewoon goed. Oh, oké. Okay. Zou Bas het denk ik goed hebben? Ja, denk ik wel. Het team van Rob heeft nog wat probleempjes. Nee, helaas. Dat is niet de Hoe kan dit niet goed zijn? Van Nederland. Ik kan dit niet goedkeuren. Het is iemand anders. Het gaat dus om de vader van Bas. Dat gokje dachten we al te nemen, maar ik vind het geen hele goede tip, moet ik zeggen. Gelukkig zijn. Kleine jongen. Oh, dit is weer Bas. Ja, nu is het Oké, nee, let op. Ik heb al gestuurd. Er is zo weinig tijd. Nu iedereen op weg is naar het huis van Henry van Velsen, skippen we een uurtje in de tijd en komen Mattie, Mark en Bas als eerste aan bij Henry. Dank je. Goeiedag, wat moeten we doen? Ik ben de eerste. Nee, het is al een team geweest. Nee, lul. Ja. Wat moeten we doen? VV John, wat moeten we doen? Serieus, we moeten door. We moeten zingen. Ja, dat zeker. Oh, er is er een jarig zien, oké? Een glaasje bier. Nee. Lang zal ze leven. Oké. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear moeder. Happy birthday to you. Dankjewel. Hey. Maar op het moment dat ze naar de auto rennen, zijn Frank, Milo en Koen er ook al. Hey! Alles goed? Zeker. We komen zingen. Ik moet heel snel even een liedje zingen voor iemand. Ja. Voor wie? Voor wie? Ja, weet hij niet. Maar dat weet je niet. Nee. Happy birthday to you. Ja, maar to wie? Happy birthday. Moeder van Raoul. Tot je moeder van Raoul. Mag je niet zeggen. Happy birthday dear moeder van Raoul. Happy birthday to you. Duimpie. En door het getover van VV Johnny is de voorsprong van Mattie, Mark en Bas niet eens zo groot meer. Wat een mooi liedje. Wat is een papa zonder een mama? Na 5 jaar wekelijks samen op te nemen weten wij natuurlijk alles over elkaar. Bijvoorbeeld hoe elkaars moeders heet, toch? Over moeders gesproken. Die van mij is jarig trouwens vandaag. Ja, ja, ja. Leek me daarom een perfect idee om het speurtal bij haar dus af te sluiten. Tot daar. Ondertussen komen Matthijs, Carlos en Robbie ook aan bij het huis van Henry van Velsen. Nou, aanbellen. Nummertje 14. Daar klopt iemand aan. Of nou ja, bijna het huis van Henry van Velsen. Ja, hey! Meneer van Velsen! Ook gelijk! Hey. Ja, we moeten een liedje zingen. Lang zal die leven, lang zal die leven. Je bent helemaal niet jarig volgens mij. Bloed, zweet en tranen moeten we zingen. Bloed, zweet en tranen? Ja, moet je in het feestpaleis zingen. Nou, let's go. Bloed, zweet en tranen. Hebben we ook een ding? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Hey! In de gloria. In de wereld. Hey! En nadat iedereen geweest is bij Henry van Velsen, berekenen Bas, Mattie en Mark hun voorsprong. En wij staan nu denk ik eerst, want ik denk niet dat Rob ons heeft ingehaald. Want die stonden dus zoals je net kon zien te wachten. Wij gaan dus nu naar de eindlocatie richting Blaricum. Naar de moeder van Raoul. Die is dus vandaag jarig. En dat duurt nog een uur. Dus wij moeten nu niks opfokken en gewoon gas geven. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar het exacte adres weten ze nog niet. Inmiddels schakelen Koen, Frank en Milo een hulpmiddel in. Namelijk mijn eigen vriendin. Lieke. Hey schat, luister. Ik heb je hulp nodig. Heb jij enig idee waar de moeder van Raoul woont? Nou, ik weet de straatnaam niet. Weet je wel? Ja, ik heb geen idee. Maar je weet de stad. Huizen.
Huizen. Ja. Oh, wel. Dacht ik al. Oké. Okay. Thijs is een praktijk in huis. Oh, ja. Oh. In huizen. Ik heb nu al genoeg gezegd. Oké. Okay. Ja. Nee, dit is... Dankjewel, Lieke. Ja, we love you. Love you long time, schat. Love you long time. Marine. Ja. Ik verdiek dat zeggen, de rest niks zegt. Ja, dat is een hele goeie, Milo. Want ook Carlos, Robbie en Matthijs schakelen Lieke in als hulpmiddel. Kut! Wat? Shit. Lieke die... We dachten slim te zijn door Lieke te gaan bellen. Maar we waren niet de eerste die dat dachten. En te vragen van... Ik weet haar adres ook niet, als je dat moet weten. Waarschijnlijk heeft iedereen dat al gevraagd. Shit, we kunnen nog. Robelt. Ja, oké, stil. Maatje! Hey. Je moeder, daar ben ik toch nog nooit geweest. Die heb ik nog nooit gezien. Nee, maar je weet wel dat ik uit het Gooi kom. Dat ik daar ben opgegroeid. Ja, dat ze in Nee, ze woont in Huizen. Ja, in Huizen. Ja. En let op. Een praktijk aan huis. Wat voor een praktijk heeft jouw moeder? Dat heeft ze zeker. Maar jullie rijden wel. Waar rijden jullie nu? Ja, mee? Richting Laren. Ja, eigenlijk vind ik het best wel tegenvallen, Rob. Want jij hebt de meest waardevolle hint van iedereen. Houd Instagram in de gaten. Hint! Je gaat Instagram nodig hebben. Als dit de laatste opdracht is, heb je dan Instagram nodig gehad? Nee. Dat is een beetje dom. Nou ja, dat betekent dus dat je voor deze opdracht Instagram nodig gaat hebben. Ik ben een lieve jongen, ik volg mijn moeder natuurlijk gewoon op Instagram. Ja. Dus, ja, misschien kun je daar wat mee. Moeder van Roel! Ja, dat heeft hij zelf gedaan. Dat heb je zelf. Hij hangt op! Ja, maar we zijn wel de laatste. Want... Ja, nou in. Nou, de laatste. Jullie zijn de eerste die het exacte adres hebben gevonden. Via de Instagram-pagina De Moeder van Raoul heb ik een foto geplaatst met in de beschrijving het adres van mijn moeder in Huizen. Maar het volgverzoek van Robbie blijft niet onopgemerkt. Oh, dit is mooi. Robbie. Robbie volgt dus het geheime account van Moeder van Raoul. Omdat Robbie me gaat volgen, zien maken met zijn vriend. Ja, omdat Rob dat account is gaan volgen, ziet Mark hem in zijn feed op Instagram. Joejoe! En wij weten dat zij achter ons rijden. Hey boys, audiobericht van Roel. Dit doet nou jongens, ik ga de druk maar even opsporen. Ik ga er even spannend maken. Er is al één team die de exacte eindlocatie weet van waar ze toe moeten komen. Hij lult. Wow, dat is spannend. Hij lult. Dit kan niet. Ja, want dan zouden wij het enige team zijn, toch? Ja, maar hij heeft ons ziek geholpen. Waarom zouden we dat doen? Mannen, dit gaat goed! Dit moet hem worden. Lieke, jongen. Je hebt even gesaved, jongen. Er komen straks steeds spaar water uit. Nou, ik zou die boete maar echt voor lief nemen, mannen. Want anders ga je verliezen van Mark. En dat wil niemand. En wij staan nu inmiddels in het altijd pittoreske Huizen. Waar ik geboren en getogen ben. 035. Ik val altijd in mijn hart. En dat is de laatste locatie. Het is een speciale dag vandaag. En dat komt omdat mijn moeder vandaag jarig is. Hallo. Ja, de laatste locatie. We hadden het er nu al over, maar... We gaan binnen. Ja, we gaan echt binnen. Maar we hadden het er ook over, stel, op een of andere miraculeuze wijze binnen we niet. Kan niet. Ja. Ben ik echt heel verdrietig. Ja, dat is echt diep triest. We are the champions, my friend. We hebben net een bericht van Roel. Hij zei het eerste team is er bijna. We zijn 2,6 kilometer verwijderd van de bestemming. Maar zijn we het eerste team? Oh. Het kan zijn dat Roel het lul is. En dat we nu echt keihard voor paal staan. Dat iedereen er al is en dan het eerste team is bijna. Dat zou zo kut zijn. En dan zijn ze allemaal verstopt. Dus ik heb al tegen die jongens gezegd, ben niet te blij. Groen. Ja, scooter! Ja, goed. Ja. Let's go. Kom op. Alles of niet! Kom op, alles of niet! Oké, boys, de laatste meters. Nu gaat het ontspannen, jongen. Ja, mijn hart bonst in 40, mijn keel. 40. Oi, welk team gaat er met de win vandoor? Is het team Matty, team Milo of team Rob? We gaan het nu zien. Ja! Worden niet getrold, hè? Waar zijn ze? Zitten achter die planten? Waar zijn ze? Hier zijn de eerste. Ja! Yeah! Het andere team is even omhoog. Willen jullie hier samen doen? Ja, hij is er. Matt is er. Tering. Ah, nee. Ah, fuck. Tering. Tyfus, tering. Ja, ik heb die polo als hij staat. Dullo! Yo, doei! Hoe kan dit nou? Hoezo? Gewoon zo lucht, toch helpt het voor. Nou, slaap. Een cadeautje. Hé, wel een mooi pet op, dat wel. Hé, petje af. Mooi petje. We zijn zo de lul, denk ik. Ik zie geen auto nog. Ik weet niet. Maar zijn we de eer met auto? Als we de eerste zijn, dan kan dat we mogen genaaid. Nee, zijn we de... Nee. Ja, het kan dat we worden genaaid. Ik wil nog niet juichen. Ik geloof, dit is ons cadeau. Wacht even, we gaan eerst... Mannen. Ja, hier, kijk! Ja, hier is het. Ja, hier is het. Hij wist het al.
lang dat was laatst. Nee! 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 We zeiden het helemaal niet al. Hé, maar even eerlijk, we moeten Rob bedanken. Dankzij Rob hebben we gewonnen. Jij ging dat account volgen. Omdat jij dat account hebt volgens op Insta. We hadden nooit geweten. We moesten boren, toch? Daarom wisten wij niet. We hebben een hele duidelijke winnaar met maar liefst het bedrag van 400 euro. Mede door MVP Mark, toch wel? Van de speurtocht. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Blauw heb je zo top zijn. Vergeet niet te abonneren op het Bankzitters kanaal. En trouwens, dankjewel aan die gasten die hier mee hebben. Ja, en aan Raoul. Gefeliciteerd aan mijn moeder. Gefeliciteerd, hè?